Hey allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Fem. En vandaag zijn we niet alleen, want we hebben een groepsvideo voor jullie. Ja, we hebben een groepsvideo over bijzondere vakantieervaringen en over vakantieblunders. Ja, en de eerste die er wat over gaat vertellen is Denise. Hallo, een van mijn meest bijzondere vakantieverhalen heeft alles te maken met, jawel, een iPad. In juli 2012 ging ik samen met mijn vriend op vakantie naar Parijs en Ibiza. En je raadt het al, de reis begon dus in Parijs. Zoals alle toeristen gingen we alle highlights bekijken. Zo ook de brug met de slotjes. We aanschouwden het aanzicht van die gezellige romantische slotjes aan de zijkant. Het uitzicht over het water, de andere toeristen die er rondliepen. Toen kwamen we aan het einde van de brug en ineens zag ik een iPad liggen met een hoesje eromheen, helemaal leuk. Dus ik zei, zie jij dat ook? En mijn vriend zei ja. Nou, we keken rond, we zagen niemand en die iPad lag er maar. Andere mensen hadden het inmiddels ook gesignaleerd, maar ja, het is een iPad, niemand durfde het te pakken. Toen zei ik, laten wij hem anders meenemen, want we hebben goede bedoelingen ermee. Voor hetzelfde geld jat iemand dat ding. Iemand zal het wel vergeten zijn. Dus we liepen naar die iPad. We hadden hem vastgepakt en we stonden nog zeker 5 minuten zo rond te kijken van, is iemand een iPad kwijt? Ziet er iemand zoekend uit? Maar nee. Dus toen moesten we zelf actie gaan ondernemen om de eigenaren van de iPad op te sporen. We openden de iPad waarop je een hele schattige foto van de eigenaar zijn hond zag. En gelukkig hadden die mensen geen wachtwoord op hun iPad, waardoor we erin konden. En het leuke is dat ik in mijn telefoon net even heb teruggezocht en ik heb gewoon het e-mailtje nog wat we toen verstuurd hebben. Hi Sonia, we found your iPad. It's in safe hands. Fijn om te weten. And we hope you will read this email in time so we can hand it over to you in Paris today or tomorrow. Want wij gingen natuurlijk door naar Ibiza. En ja, dus het moest op die dag dat we hem gevonden hadden of de volgende dag. Gelukkig, 's avonds laat om 10 uur werden we gebeld. Die mensen waren hartstikke blij en we hebben een afspraak gemaakt voor de volgende ochtend bij het hotel waar zij sliepen. We kwamen aan en nou, je raadt het al, ze waren ontzettend blij en dankbaar. Ze hadden geld afgehaald en dat wilden ze geven, maar we zeiden nee joh, dat is helemaal niet nodig. Het was een kleine moeite en we vinden het al leuk dat we het zo terug hebben kunnen geven. Die mensen bleken uit Argentinië te komen en Brazilië. De een kwam uit Brazilië. Dus we hebben nog leuke verhalen uitgewisseld. En als dank hebben ze gezegd dat we altijd welkom zijn als we ooit naar Argentinië gaan. Om bij hun in huis te verblijven. We hebben daar eigenlijk een hele leuke herinnering aan overgehouden. Hier is trouwens nog een foto van het moment dat we de iPad teruggaven en ja, dat, we moesten er gewoon even een foto van maken. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd naar het vakantieverhaal van Sunny. Als ik denk aan mijn leukste vakantieherinnering, dat zijn er heel veel, dan denk ik eigenlijk wel meteen aan mijn hele jeugd, waarbij ik met mijn ouders op vakantie ging, want dat was altijd super leuk. Zeker toen we wat ouder waren, gingen we vaak naar hotels. En wij mochten altijd, mijn zusje en ik, mijn zusje is maar 1 jaar jonger, we mochten altijd uit 's avonds. Maar we moesten dan wel om 8:30, 9 weer aan het ontbijt zitten, want we waren met onze ouders op vakantie en we gingen leuke dingen doen. Dus we kwamen echt altijd helemaal gesloopt terug van die vakanties, want we gingen elke avond uit. En dan waren we altijd aan het dansen en dan hadden we ook nieuwe vrienden en we hadden ook wel eens een vakantievriendje. En ik weet ook nog wel 1 keer in Caloia was dat, toen hadden we een paar hele leuke jongens ontmoet en wij stonden op de bar te dansen, helemaal wild. En die gasten die dachten echt, wat zijn dit voor wilde ladies? We zeiden maar niet dat we 16 en 17 waren. Daar logen we ook een beetje over. We zeiden natuurlijk al helemaal niet dat we met onze ouders op vakantie waren. En we kregen dan altijd heel veel drankjes van hun. Maar ja, we wilden niet dronken worden, omdat we de volgende dag natuurlijk gewoon wel weer fit wilden zijn. Dus wat deden we met die drankjes? Die gooiden we dan in de plantenbak of Charlotte leidde ze af en ik gooide het snel weg. Of we gingen gewoon naar de wc en dan gooiden we dan onze hele bako gooiden we weg. Dus die andere meiden keken altijd heel raar van, wat doen die chicks? En toen hadden we, weet ik nog, de volgende dag, toen zaten we aan het ontbijt. En toen, met onze ouders natuurlijk. En toen stonden die jongens, stonden ineens aan onze tafel. Bleek dat ze werkten in dat hotel. En toen zagen ze meteen dat we echt een van die guppen waren met onze ouders op vakantie. Maar dit soort situaties gebeurden nog veel vaker. En we hadden ook heel vaak dat onze vrienden dan zeiden van, hoezo moet je al om 3:30 naar huis? Laten we gewoon doorgaan, weet je wel. En wij zeiden dan met z'n tweeën, nee, we willen morgen wel fit zijn, want we zijn op vakantie. Ja, we zeiden gewoon niet wat we dan echt gingen doen. En ik weet nog op het einde,
vertellen van een vakantie op, waar was dat nou? Op Kos, geloof ik. Toen gingen we natuurlijk weer terug met het vliegtuig en toen zaten we daar met onze vrienden. En toen kwam mijn vader naar onze groep toe en die zei, jongens, we hebben een uur vertraging. Toen zeiden echt al die vrienden van ons, die zeiden, wie is die man? En Lotte en ik echt zo, ja, dat is onze vader. Maar zij waren allemaal veel ouder, dus zij dachten echt, huh, oké. Maar ja, nee, dat was echt, ik heb echt superleuke herinneringen aan mijn jeugd. Dus Charlotte en ik leidden eigenlijk een soort van dubbel leven. Want ja, overdag waren we gewoon gezellig met onze ouders. En lagen we brak uit te slapen op het strand. En 's avonds waren we lekker aan het feesten. En dat hebben we best wel een aantal jaar volgehouden zo. Ik heb heel veel leuke vakantieherinneringen, maar ook natuurlijk een aantal vakantieblunders. Toen ik een jaartje of 16 was, ging ik met even mijn beste vriendin op vakantie. En het was onwijs leuk. En uiteindelijk kreeg ik een vakantievriendje. Dat was natuurlijk helemaal geweldig. En we hadden elke dag samen doorgebracht. En het was één groot romantisch verhaal eigenlijk. Dus ik dacht van nou, dit is hem. Dus toen ging ik naar huis. En toen hadden we ook eigenlijk elke dag contact. En superleuk. En hij woonde volgens mij in Leeuwarden of zo. En ik woonde destijds in Leiden. Dus heel ver uit elkaar. En uiteindelijk zou hij naar Leiden komen. En ik zou hem weer gaan zien. En ik was helemaal excited. En toen de dag voordat hij naar mij toe kwam, belde zijn vriendin uit Leeuwarden om te zeggen dat hij een vriendin had. En of ik dat al wist, dat wist ik niet. Dus dat was best wel een epic fail eigenlijk. Hey hey, mijn vakantie-anekdote van deze week is eentje uit Hawaii van vorige zomer. Een van de dingen die heel hoog op onze bucketlist stond om in Hawaii te doen, was de Haiku Stairs beklimmen. Haiku Stairs is eigenlijk een heel steile set trappen die leidt naar een grote satelliet die tijdens de Wereldoorlog werd gebruikt. Een klein detail dat we toen een beetje hebben genegeerd is dat de trappen illegaal zijn om te beklimmen. Om voorbij de guard te komen hebben we ongeveer een uur in de jungle gezeten en ja. En uiteindelijk zijn we gewoon op de guard afgegaan en hebben we gevraagd of we er langs mochten. Hij heeft ons toen wel gewaarschuwd dat er vanaf ongeveer 7 uur 's morgens een politieagent zou staan. Maar bedoel, dat namen wij niet echt allemaal veel te serieus. Het was echt gewoon ja, een prachtige zonsopgang met allemaal heel die stad die voor je uitstrekt. De mensjes en de autootjes zijn gewoon echt gewoon mini klein. En toen was het weer tijd om naar beneden te gaan. Van ver konden we al zien dat er een grote politieauto stond. Eens beneden, ja, die agent, ja, die zag het natuurlijk al voor zich. Drie toeristjes, die gaat hij wel eens even goed pakken. Ik denk dat toen echt gewoon mijn hart in mijn broek gezakt is. Ik was eigenlijk echt wel heel bang. Officer Berkey, zo heette die, begon dus heel serieus met ja, jullie weten dat jullie een overtreding begaan hebben. Dit is privéterrein, dat mag niet. Ja, je kan hier zomaar niet door, dus daar zal wel een proces van moeten komen. En ja, iemand gaat jullie uit de gevangenis moeten uitkopen en blablabla, maar echt zo serieus. Uiteindelijk ja, heeft hij ons volgens mij een beetje in de maling genomen en we zijn er gewoon van afgekomen met een waarschuwing. Zo, dit was mijn vakantieherinnering van vandaag. Ik kijk er al bij al met een grote lach op terug, hoewel het toen op dat moment best wel heel scary was, omdat ik echt dacht dat ik in de gevangenis in Amerika zou terechtkomen. Jammer genoeg zijn de Haiku Stairs een paar maanden geleden door een grote storm helemaal weggewaaid en kan je ze niet meer beklimmen. Dus we zijn op tijd geweest. En dan zijn we aangekomen bij ons vakantieverhaal. Ja, dat was ongeveer 4 jaar geleden. En toen werd ik benaderd door mijn stiefmoeder. En die vroeg of ik mijn vader misschien wilde verrassen tijdens een verjaardag. En hij was op dat moment in Curaçao. En zij vroeg dus of wij naar Curaçao wilden overkomen op zijn verjaardag als verrassing. En dat vond ik eigenlijk super spannend en super eng. Want ik durfde eigenlijk helemaal niet zo ver te vliegen. Want het is toch wel iets van 8-9 uur vliegen. Dus daar moest ik heel goed over nadenken. Ondanks dat we de vlucht zelfs zeg maar betaald kregen, wat natuurlijk heel erg cool was als cadeau. En, ik was überhaupt nooit buiten Europa geweest, zeg maar. Dus, maar goed, uiteindelijk heb ik toch de sprong gewaagd, of de vlucht gewaagd. En zijn we met het vliegtuig naar Curaçao gegaan. En hebben we daar, ja, toen kwamen we daar gewoon bij een vakantiehuis aan. Heel tof vakantiehuis. En daar stonden we in één keer voor. En toen kwam mijn vader eraan en die was echt helemaal surprised. Ja. Dus dat was echt, echt super cool. En dat is toch wel een bijzondere vakantieervaring die we hebben. En die er ook voor heeft gezorgd dat we daarna nog 2 keer naar Curaçao zijn geweest. Omdat we het zo tof vonden. Mm-hmm. En omdat ik het toen durfde. Dus dat was onze bijzondere vakantieervaring. We zijn natuurlijk heel erg benieuwd naar jullie vakantieervaringen. En ook naar eventuele vakantieblunders. Laat het gerust even weten in de reacties. En laat ook weten als je een bepaalde droomvakantie hebt die je graag nog wilt maken. Mm-hmm. Ik hoop in ieder geval dat jullie een hele fijne vakantie hebben.
En vergeet je niet te abonneren op het YouTube kanaal van Fem. En deze video een duimpje te geven als je hem leuk vond. En dan zien we jullie volgende keer weer. Dag, doeg!